bekend dat de begrotingen van 2017, die komende week zullen worden aangenomen in het parlement, nadelige gevolgen zullen hebben voor de Surinaamse economie. In een open brief geeft de vereniging aan er verbaasd over te zijn dat de regering alle adviezen over de begrotingen naast zich heeft neergelegd. De VES vindt dat de begrote uitgaven van ruim 8 miljard SRD buitenproportioneel hoog zijn, gezien de huidige economische crisis. Daarentegen zijn de begrote inkomsten van bijkans 4 miljard SRD veel te laag. De begrote uitgaven zouden de begrote inkomsten niet meer dan 100% moeten overschrijden, stelt de VES in haar brief. Ze adviseert de regering de uitgaven te verlagen. Onder andere kunnen niet dringende uitgaven uitgesteld worden en kunnen subsidies worden teruggebracht. Daarnaast kunnen de inkomsten verhoogd worden door versterking van het belastingapparaat, waarbij zowel de belasting als niet-belastinginkomsten verhoogd worden. De VES is vooral geschrokken van het begrotingstekort van meer dan 5 miljard SRD. De vereniging doet een beroep op alle 51 leden van het parlement om de begrotingen zodanig aan te passen dat deze meer in lijn zijn met de financieel-economische draagkracht.